wereld verandert snel. Maar laten we toch even stilstaan en terugblikken op een feestjaar. In 2019 was één bepaald getal wel heel aanwezig. 20 jaar. 20. 20. 20. 20. 20 jaar. Datzelfde jaar. Voor het eerst. In de bel 20. In de bel 20. Bel 20. 20. 20. 20. I'm looking forward to the next 20 years. Yes. De hoogtepunten van vorig jaar zijn een ultiem eerbetoon aan papa, de oprichter van WDP. De fundamenten die hij legde, bouwden Joost, ikzelf en ons sterk team verder uit met als ultieme bekroning de intrede tot de Bel 20. 3, 2, 1. Elke dag opnieuw in de voorbije 20 jaren lag onze focus op de klanten. Door hun operationele behoeften te begrijpen, zijn we uitgegroeid tot wie we zijn vandaag. Want die klanten zijn het allerbelangrijkst. En samen met hen bouwen we elke dag aan een kwalitatieve portefeuille. Wij bouwen Warehouses with Brains. Perfect op maat van de klant. Slim ontworpen, duurzaam en future-proof. Innovatie is een belangrijk deel van ons DNA. We kijken voortdurend naar nieuwe oplossingen om een antwoord te bieden op de huidige en toekomstige wensen van onze klanten. Elke dag zijn we in de weer voor wat zij nodig hebben. Goede locaties, snelheid, efficiëntie, duurzaamheid en flexibele oplossingen. In 2019 realiseerden we het grootste ontwikkelingsvolume in onze geschiedenis. We zijn zeer goed uit de startblokken geschoten in ons nieuw groeiplan. De verwachtingen van de aandeelhouders waren groot, maar we konden ze wederom inlossen. Het grootste chocolademagazijn ter wereld staat binnen 2 jaar in Lokeren. We hebben met ons team hard gewerkt om een volledig energie-neutraal en groen distributiecentrum voor Barry Callebaut uit te denken. En we zijn trots om dit in België te kunnen realiseren. Ook op financieel vlak hebben we samen met de sector kunnen vernieuwen. 2019 is het jaar waarop we op een snelle en innovatieve manier 200 miljoen euro extra kapitaal konden ophalen. Team WDP is gegroeid vanuit onze familiale organisatie. Kortweg wil dit zeggen dat we iedereen de kans willen geven om uit te groeien tot de beste versie van zichzelf. We zijn ons dan ook bewust van onze maatschappelijke rol en dragen bij aan een duurzame en sociaal rechtvaardige wereld. Eind 2019 mochten we Duitsland toevoegen als 6e WDP-land. Deze regionale uitbreiding van de Benelux is alvast een eerste zaadje voor onze toekomstige groeiplannen. Wij blijven innoveren, klantgericht denken en flexibel inspelen op elke opportuniteit. De toekomst ziet er mooi uit. Voor onze klanten, voor onze aandeelhouders en voor Team WDP.